Leidersontzet 2018, hondenwasser voor hoenderdwasser en Unity.nu gelanceerd. Dag dames en heren, welkom bij het Unity.nu weekoverzicht. Een korte uitzending in verband met het Leidersontzet. Alsnog, passen geblazen voor bewoners van zorginstelling Svetterhagen in Zoeterwoude. De zorginstelling en de bewoners willen een bijzonder dagbestedingscentrum laten bouwen. Ontworpen door de Oostenrijkse kunstenaar en architect Friedensreich Hoendertwasser. Maar daar is heel veel geld voor nodig. Dus werd er zondag, niet geheel toevallig, honden gewassen. Kijk eens hoe mooi het hier is. Zo. Ik vind het zo passend. Ik merk direct de gevoeligheid van hun, van sfeer. Als je zo'n hoendertwassengebouw binnenstapt, dan kom je in een warm bad eigenlijk. En dat is ook echt iets wat je moet ervaren, wat je niet op foto's kan overbrengen. Maar je wordt er vrolijk van door al het kleurgebruik. Het inspireert je creativiteit. En ik zie dat mijn mede-cliënten daar rustig van worden als ze verdrietig zijn of boos zijn. Dan worden ze helemaal weer rustig. Het zijn ook hele logische gebouwen voor mensen met een verstandelijke beperking. 10 miljoen euro kost het. Ze hebben nog 2 miljoen nodig voordat ze kunnen bouwen. Meneer Hondenwasser. Hondenwasser. Deze spraakverwarring van bewoonster Gertrud bracht hen op een idee. Geld ophalen door honden te wassen. Oh, vinden de honden het? Sommigen vinden het leuk en sommigen springen er ook steeds uit. En Giet om af te spoelen. Ja, Giet om af te spoelen. Hartstikke leuk, ja. Want ja, tegenwoordig wordt er niet zoveel meer subsidie gegeven voor het een en ander. Dus ja, het is een hartstikke leuk initiatief om op deze manier geld op te halen. Maar met hondenwassen komen ze er niet. Er zijn sponsors en donaties nodig om de begroting rond te krijgen. Hier halen we inderdaad niet die 2 miljoen mee naar binnen. Maar hoe meer mensen hiervan weten, hoe groter de kans is dat het ook gaat lukken. De streekomroep voor de Leidse regio presenteert zich vanaf maandagmiddag onder één naam, Unity.nu. De omroep gaat verder onder die naam uitzenden op radio, televisie en online. Maandagmiddag werd de vernieuwde omroep in aanwezigheid van diverse gasten gelanceerd bij Area 071 in Leiderdorp. Met de nieuwe naam komen de namen Unity FM en Unity TV te vervallen. Vanaf vandaag zendt Unity.nu dus uit via radio, televisie en internet. Allereerst hartelijk gefeliciteerd met jullie nieuwe Unity.nu. De plannen klinken ons als muziek in de oren en wij vinden het heel erg leuk en constructief. En ik denk dat de regionale samenwerking zeer bevorderd zal worden door zo'n regionale punt nu. En ik verwacht er veel van jullie. Ja, daar kan ik niet veel aan toevoegen. Behalve dat ik net de app gedownload heb, Unity.nu. Wat vindt u van de nieuwe plannen van Unity? Nou, ze laten in elk geval zien dat er echt veel ambitie is om gewoon lekker aan de slag weer te gaan. En dat waren jullie natuurlijk al. Maar nog meer pit erin. Om met elkaar met een lokale omroep heel veel informatie te kunnen geven. Maar ook op een andere manier bij te kunnen dragen aan beeldvorming, opinie, nieuws. En mensen gewoon daarin en mee te helpen. Ik vind het geweldig wat jullie doen. Nou ja, lijkt me goede plannen. Maar ik vind sowieso Unity altijd leuk om naar te kijken. En groen is natuurlijk onze lievelingskleur. Dus, ja. Door onder één naam naar buiten te treden via alle beschikbare kanalen wil de omroep een duidelijk lokaal en regionaal nieuwsplatform creëren. Ja, Unity.nu is te horen op de radio, te zien op televisie en ook online te volgen via de website en via de app. De namen Unity FM en Unity TV die vervallen daarmee. En daarmee willen we eigenlijk Unity.nu communiceren als de streekomroep voor de Leidse regio. Nou, het wordt een stuk frisser. Aan onze uitzendkanalen verandert niet veel, behalve dat het nu Unity.nu heet. Maar de muziek blijft hetzelfde. We krijgen wel een aantal nieuwe programma's. Daarover natuurlijk later meer. Maar geen hele gekke veranderingen. De gemeente Leiden betaalt al 15 miljoen euro voor de schaatsbaan. Voor de verlenging naar 333 meter vraagt Leiden aan de gemeente Alphen bijna 7 ton. Om de gemeente Alphen aan de Rijn mee te krijgen hebben schaatsliefhebbers donderdagavond actie gevoerd en een training afgewerkt voor het stadhuis. We hebben voor deze actie gekozen om pure aandacht te vragen aan de gemeenteraad om te laten zien hoe mooi onze sport is en hoe fanatiek wij die willen bedrijven en ja, om ze zo op andere gedachten te brengen. Hier in deze regio schaatsen zit in het DNA, hè? De meren, de molens, de polders, de tochten. Er komt zoveel talent hier vandaan. Dat de schaatssport leeft in Alphen, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar dat betekent niet dat we automatisch gaan bijdragen aan de verlenging van de ijsbaan in Leiden. Waarom niet?
Er komt een 250 meter baan. Die geeft ook potentie en mogelijkheden voor alle schaatsers uit de regio om daar te trainen. Als de leden aantallen toenemen en daarmee ook zeg maar het segment goede schaatsers toe zou nemen, dan kunnen die altijd nog uitwijken naar Den Haag, Utrecht, Haarlem. Oud-Europees, wereld- en Olympisch kampioen Mark Tuitert is een van de insprekers tijdens de commissievergadering. Hij legt uit waarom er voor de 333 meter baan gekozen moet worden. Als je een 250 meter baan hebt, dat is leuk. Dan kun je schaatsen leren. Maar wil je echt harder schaatsen, verder schaatsen, maar ook als recreant lekker schaatsen, dan is een 333 meter baan goed. Dat is totaal anders dan een 250 meter baan, waar je op een gegeven moment tegen de grenzen aanloopt al heel snel. Dat is eigenlijk gewoon een net niet oplossing. Nou, er komt in ieder geval een 250 meter baan, dus de clubs kunnen schaatsen. Wij hebben als college een afweging gemaakt op basis van een aantal feiten. En één daarvan is onder andere de vier banen die in de regio liggen binnen 50 kilometer reisafstand, enkele reis. Tot zover het Unity.nu weekoverzicht. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de Leidse regio. Via de app, website en social media. Nog een heel fijn weekend.